voorstellen, niemand minder dan John van Veghel. Lars Hoeks. Dijk Munich. Troje van Dijk. Jasper van Zummeren. Koen Gerritsen. JJ Ruijs. En Jordi Simon. Succes! Riders ready was de game, maar Simons had eerste dag gedaan had, want die was als eerste vertrokken in achtervolging zien bij onze Duitse vriend. En natuurlijk JJ Ruijs. JJ Ruijs die zet zijn hakjes er nog eens een keertje goed op en gaat naar de tweede positie aan de hand, waar Munich dan met 3 genoeg moet nemen. Vooralsnog zien we Simon vooraan, Ruijs 2, Munich zien we dan op 3. Dan gaan we kijken wat daar achteraan gaat gebeuren, want ik zie daar ook van alles gebeuren, want het is strijd aan strijd met de mannen uit Veldhoven. Maar het is nog niet gebeurd hoor. Vooraan nog steeds is er een stoutje gewisseld op dit moment door Ruijs. Ruijs voor FCC Milan pakt hier de eerste positie voor Simon. Hij gaat dan denk ik met de overwinning naar huis. Maar Simon genoeg moet nemen met 2. Munich op 3. Maar het is JJ Ruijs van FC Zeeland. Waar we volgende week de TC gaan rijden. Met de overwinning van vandaag.